Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ab Hogeschool en K.A. Deurne. Jurus. Tiny Studio. In deze aflevering. Suriname ligt ook in Zuid-Amerika, in het noorden. En mijn moeder was een geschiedenislerares in Suriname, dus ik had nog zo'n paar schriften van haar. En ik was heel geïnteresseerd daarin, dus ik heb ze geleerd. Ik begrijp wel dat er niet zoveel wordt gedaan rond de Surinaamse cultuur, want er zijn bijna geen Surinaamse mensen op school. Nee, ofa, dat is gewoon hallo. Ik ben Niels. Ik ben Jure. Ons DNA verklapt waar we vandaan komen. Allemaal dragen we roots met ons mee. Naar school, werk en de samenleving. Onverschrokken gingen wij op zoek naar leerlingen die hun verhaal wilden delen. Op zoek naar het erfgoed in ons bloed. In Suriname heb je heel veel culturen en ik ben daar ook mee opgegroeid. Okay. Je hebt 5 culturen volgens mij. Je hebt Chinese, je hebt Javanen. Dit is Zeragia. Hallo iedereen, ik ben Zeragia. Zeragia is geboren in Suriname, in het noorden van Zuid-Amerika. Een eindje ver dus. Nu, wij waren uiteraard enorm benieuwd welke culturele achtergrond zij meenam naar onze podcast, maar ook wat zij graag van haar culturele achtergrond zou willen zien op school. En mijn hobby's zijn lezen en tekenen. In je cultuur, in de Surinaamse cultuur. Nee. Hoe zou je, bijvoorbeeld als je je vriendin op straat tegenkomt, hoe zou je die begroeten in het Surinaams? Zo, de meeste mensen zeggen ofa, dat is gewoon hallo. Ofa? Ja, ofa. Oké, ben je zelf in Suriname geboren? Ja. En jullie zijn dan met genallen naar België gekomen? Ja, ik en mijn broer en mijn zusje en mijn broertje zijn in België geboren. Waarom zijn jullie met gezin dan naar België gekomen? Waarschijnlijk komt het zo door de economische dingen daar. Hier heb je ook gewoon betere... Een beter leven. Ja. Ja, beter levensomstandigheden. Op welke leeftijd ben je dan naar hier gekomen, naar België? Toen ik 4 was. Toen je 4 was? Oké, dat is al even geleden. Nee. Dus je hebt misschien ook niet superveel herinneringen meer aan Suriname dan waarschijnlijk. Nee. Wij gaven vooraf een bevraging aan Zeragia. Op die bevraging werden vragen gesteld rond haar culturele achtergrond, maar op één vraag antwoordde ze iets waar wij heel blij van werden. Wat ik vooral super interessant vond, en dat wist ik eigenlijk zelfs niet, dat dat ook met Suriname te maken had, was die vraag 5. En dat was, welk onderwerp zou je graag vanuit je eigen cultuur in een les geschiedenis zien? Weet je nog wat je daarop hebt geantwoord? Eldorado. Eldorado. Ja. Ik las dat en ik dacht, ja, Eldorado. Ja. Kan je iets vertellen, wat heeft dat met Suriname te maken? Suriname ligt ook in Zuid-Amerika, in het noorden. En mijn moeder was een geschiedenislerares in Suriname, dus ik had nog zo'n paar schriften van haar. En ik was heel geïnteresseerd daarin, dus ik heb ze gelezen. En toen had ik ook gelezen over Eldorado. Oké. En je hebt Eldorado nog niet gevonden? Hiermee kunnen we natuurlijk direct aan de slag. Op erfgoedavontuur. Wij schakelen over naar een live verbinding met onze erfgoedreporter, of beter gezegd onze erfgoedavonturier. Hij gaat ook onder de naam Niels Wuits. Niels Wuits, Niels, wij weten niet waar je nu staat. Je gaat ons dat zelfs vertellen, maar ik voel het al. Je staat te popelen om ons te vertellen over Eldorado. Hallo Niels, hoor jij ons goed? Ja, ja. Ja, bedankt voor de spotlight, Jurren. Okay, ik sta hier in een van de vele prachtige mangrovenwouden in Suriname op zoek naar de legendarische stad Eldorado. Oké, Niels. En heb je nu de stad gevonden of niet? Ja, ik had mijn huiswerk misschien op voorhand moeten doen. Want wat blijkt, er is helemaal geen stad genaamd Eldorado. Of toch niet de mythische stad die je voor ogen haalt. Oké, daar had ik misschien aankomen. Nu, jij mag dat allemaal uitleggen, maar we gaan dat doen op een speciaal manier. We gaan dat doen op de 2-minuten manier. Je krijgt dus 2 minuten, ik zet zelfs een timer,
om dat uit te leggen wat jij daar gevonden hebt in Suriname, in het mangrovenwoud. Komt dat goed? Ik zal mijn best doen. En we starten in 3, 2, 1. Ja, dus ik was hier op zoek naar een stad, maar die stad bestaat eigenlijk niet. Eldorado, dat is een heel bekende mythe. De stad gemaakt van goud. Dus je zult je waarschijnlijk enorme gebouwen inbeelden, gemaakt van massieve blokken goud, in die voor ons een beetje vreemde stijl van de pre-Columbiaanse culturen in Zuid-Amerika. Maar dit blijkt helemaal niet te bestaan, deze stad. Want de mythe van Eldorado is gebaseerd op een overgangsritueel voor een lokaal stamhoofd of een lokaal dorpshoofd, waarbij hij eerst bedekt werd met een dunne laag kleverige modder en dan een laagje goudpoeder. Dus de stad van goud was eigenlijk gewoon een man bedekt met goud, die dat in een heel uniek beschreven ritueel eigenlijk, want we hebben er natuurlijk geen beelden van. Maar van de beschrijving klinkt het wel heel interessant om effectief mee te maken en te zien. En ook super interessant om te onderzoeken. Maar Eldorado, de stad, bestaat eigenlijk niet. Dat is een mythe die ontstaan is in de 16e eeuw door de Spaanse conquistadors, die dat eigenlijk van mond op oor verteld hebben, dat uiteindelijk echt serieus is uitvergroot geweest. Maar als je bijvoorbeeld in de geschiedenislessen, we willen dit natuurlijk ook wel eens kunnen bespreken, moet je misschien niet inzoomen op het mythe-aspect van Eldorado, dus niet op de stad van goud, maar misschien wel op de culturele gebruiken van die Zuid-Amerikaanse volkeren die dat daar leefden voor eigenlijk de grote kolonisatie. Dus dat lijkt mij zeer interessant om te onderzoeken en ik ga hier de tijd stoppen. Dat heb jij fantastisch gedaan. Graag een applausje. Dank u. Niels, jij hebt ook research gedaan naar hoe dat gebeurde, dat ritueel van die Muisca-cultuur. Kan je eens een beetje uitleggen hoe dat in zijn werking ging? Ja, ik zal beginnen met eerst een korte inleiding van wie dat de Muisca waren. Zij waren een van de eigenlijk grote beschavingen, samen met de Maya's en de Inca's, in Zuid-Amerika. Het was een beetje een verenigd volk met een verenigde taal. Als een van deze kleinere stammen, als zij een nieuw dorpshoofd aanstelde, dan deden ze daar eigenlijk een heel speciaal ritueel voor. En ik zal dat nu uitleggen vanuit de ogen van een westerling die daar aankomt, en zoals ik zelf hier eigenlijk ben. Dan zie ik eigenlijk eerst hoe dat ze het nieuwe dorpshoofd, hoe dat ze hem eerst bedekken met een dun laagje zand, klei, eigenlijk heel plakkerig spul, wat dat eigenlijk mee inspeelt op het volgende deel van het ritueel. Want tot mijn grote verbazing zie ik hoe dat ze deze man, die dat nu eigenlijk volledig bedekt is met plakkerige modder, hoe dat ze dun bladgoud eigenlijk over deze man heen strooien. En ze blijven dat doen, en ze blijven dat doen, en ze blijven dat doen, totdat ik eigenlijk geen man meer zie, maar enkel goud. Dus een man die volledig bedekt is met goud. Ongelooflijk indrukwekkend. Maar het gaat verder. Vervolgens gaat deze gouden man zitten op een vlot dat ook bedekt is met goud. En hij gaat met dit vlot naar het midden van een van de grote meren in de regio en hij maakt eigenlijk ook goud, edelstenen, zilver, allerlei heel kostbare materialen. Hij offert deze aan hun goden door die in het meer te gooien. Dat is eigenlijk alles wat ik van dat ritueel heb kunnen zien. Maar ik vond het behoorlijk indrukwekkend. Mooi verteld, Niels. Hoe kan je het best dit onderwerp, Eldorado dus, verwerken in het onderwijs en in specifiek het vak geschiedenis? Ja, oké. Voor het vak geschiedenis is er natuurlijk heel veel over te vertellen. Je kan het hebben over de mythevorming van Eldorado, hoe dat is geëvolueerd van een overgangsritueel tot een stad gemaakt van goud. Maar je kan het bijvoorbeeld ook hebben over de culturen, de gewoontes en de politieke structuren eigenlijk van de pre-Columbiaanse Amerikaanse volkeren. Dus die inheemse bevolking dat soort gebruiken, gewoontes had, die eigenlijk heel veel unieke culturele gebruiken hadden, kan je natuurlijk ook altijd proberen om aan te halen tijdens de lessengeschiedenis. Er is misschien weinig, of in vergelijking met westergeschiedenis, weinig bronnenmateriaal dat je kan gebruiken. Maar het is zeker aanwezig. En vanuit het idee wereldgeschiedenis en multiperspectiviteit is het zeer interessant om dit te doen. Oké, dankjewel Niels. En hou je daar veilig natuurlijk. Hè? Genoeg gebabbeld over Eldorado. Nu is het tijd om te gaan denken hoe we dergelijke onderwerpen meer in onze lessen op school krijgen. De oplossing daarvoor zoeken we bij de leerling.
in dit geval Zeragia. Vind jij dat er te weinig wordt gedaan rond cultuur op school? En misschien specifiek ook de Surinaamse cultuur? Ja, een beetje wel. Maar ik begrijp wel dat er niet zoveel wordt gedaan rond Surinaamse cultuur. Want er zijn bijna geen Surinaamse mensen op school. Nee. En vind jij dat er veel, of dat er ja, misschien te veel of veel Europees wordt lesgegeven? Vind je dan bijvoorbeeld dat er bij geschiedenis ja. te veel vanuit België wordt gekeken of te veel vanuit ja. Europa? Ja? Ik vind zo de Belgische geschiedenis is een beetje minder interessant dan andere landen, denk ik. Snap ik volledig. Ja. Snap ik volledig. En je zou wat meer Eldorado en Suriname ja. terugzien. Of gewoon misschien andere culturen ook dan daarbij. Voel jij jezelf ook begrepen? Slash geaccepteerd door leerlingen en leerkrachten met je cultuur op school? Ja. Ja, oké. Okay. Hoe kunnen we dat volgens jou, dat is een moeilijkere vraag, hoe kunnen we dat volgens jou oplossen om meer cultuur, en dan bedoel ik niet enkel de Surinaamse, nee. maar gewoon in het globaal meer cultuur in het onderwijs te brengen? Waarschijnlijk, bijvoorbeeld bij geschiedenis, meer cultuur laten zien okay. en erover leren en dan ook meer cultuurlagen waar ja. mensen dan in hun cultuur worden verkleed. Oké, ja. Dus je zou zo een dag willen hebben waar iedereen zo in zijn cultuur gekleed gaat, bijvoorbeeld. Ja. Oké, dat is interessant. Oké, goed. Dat waren en zo vijf. Eindigde dit boeiende gesprek met Zeragia. Wat hebben we geleerd? Oké, Niels, we hebben deze aflevering heel wat dingen bijgeleerd, heb ik het gevoel. Zeker. Wat vond jij er al van deze aflevering, of hoe dat het al verlopen is? Ik vond het in de eerste plaats heel interessant om ja, de inzichten van de leerling die jij hebt geïnterviewd te beluisteren. En ook zeer interessant om het mooie mangrove white in Suriname eens te bezoeken en meer bij te leren over Eldorado en de pre-Colombiaanse ja. volkeren. Heel blij om je nog eens terug in België te zien, hè, want je zat hiervoor in Suriname natuurlijk. Wat zijn zo wat puntjes die we geleerd hebben? Punt 1. Dat wij in het geschiedenisonderwijs bijzonder weinig aandacht besteden en eigenlijk veel te weinig aandacht besteden aan culturele gewoontes van niet-Europese volken. Punt 2. Dat, ja, dat Eldorado geen stad is, maar dat eigenlijk een ontsproten is uit een ritueel. Missie geslaagd. Wij zouden iedereen graag heel hard willen bedanken. Zeker voor Zeragia voor haar bijdrage aan deze aflevering. En wij zien jullie graag in de volgende Erfgoed in ons bloed. In Suriname. Wow, Suriname. In Suriname. Cool. Ik ben Niels. Oké, okay, opnieuw. Goed. Okay.